Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan ons wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van relatiekwaliteit op projectresultaten. Ik ben Arjan van Welen, hoogleraar inkoopmanagement aan de Technische Universiteit Eindhoven en betrokken bij dit onderzoek. Ik ben Chris van der Krift, promovendus aan de Technische Universiteit Eindhoven en doe dit onderzoek. En de aanleiding voor dit onderzoek is gelegen in het feit dat tal van grote projecten niet het resultaat opleveren wat men ervan verwacht. Voorbeelden zijn er eigenlijk te over. Denk aan de Vira, denk aan de Noord-Zuidlijn in Amsterdam, denk aan tal van infrastructuurprojecten en bouwprojecten, maar ook grote IT-projecten die op de een of andere manier mislukt zijn. En vaak liggen de oorzaken in de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. En waar wij nu nieuwsgierig naar zijn, wat zijn de effecten van relatiekwaliteit op projectresultaten. Eerder onderzoek wat ik heb uitgevoerd naar de effecten van contracten op projectresultaten, die wijzen eigenlijk uit dat contracten inderdaad wel effect hebben, maar dat het met name die relatievariabelen zijn die bepalen of een succes falen of niet. En daarvoor hebben we een bepaalde aanpak ontwikkeld die Christian zal uitleggen. De vraag die wij onszelf nu stellen in het onderzoek is: waar komt relatiekwaliteit vandaan? Hoe ontstaat vertrouwen en commitment? Als we ons baseren op twee onderzoeken kunnen we het volgende zeggen over projecten. Het eerste is dat er sprake is van informatieasymmetrie. Dat wil zeggen dat beide partijen hun eigen informatie hebben en dat heel vaak, bewust maar ook veel vaker nog onbewust, informatie niet wordt gedeeld met de andere partij. Het andere dat we kunnen zien is dat er sprake is van sociale identificatie. Met andere woorden, partijen en werknemers in een project identificeren zich sterk met het achterliggende bedrijf waar ze voor werken in plaats van met het project waar ze in zitten. Deze twee factoren samen zorgen ervoor dat iedereen in het project waarneemt vanuit zijn eigen informatie en vanuit de eigen identiteit. En daarmee hebben ze een eigen perceptie van het project. In een project hebben zo dus beide partijen een eigen perceptie en dit resulteert in perceptieverschillen tussen partijen. En deze veroorzaken conflict en wantrouwen en daarmee beïnvloeden ze het uiteindelijke projectresultaat. Mijn naam is Fred Bons. Ik ben voorzitter van de Nederlandse afdeling van de Internationale Projectmanagement Associatie, Platform voor Projectmanagement. Wij worden gedreven door betere projecten voor een betere wereld. Betere projecten zijn projecten die daadwerkelijk maatschappelijk relevante en duurzame toegevoegde waarde leveren voor alle stakeholders. Een goede samenwerking tussen een opdrachtgever en een opdrachtnemer is daarin essentieel. Wetenschappelijk onderzoek staat ook hoog in het vaandel van IPMA Nederland. En we nodigen alle betrokken projectprofessionals in Nederland dan ook van harte uit om deel te nemen aan dit belangrijke wetenschappelijk onderzoek. Mijn naam is Gerven Geld, president van Project Management Institute Nederland, oftewel PMI. PMI is wereldwijd de grootste beroepsvereniging van projectmanagers met bijna 500.000 leden. Heel veel van die leden werken aan projecten die sterk beïnvloed worden door contractrelaties. Het beïnvloeden van die contractrelaties is een belangrijk onderdeel van projectsucces. Om die reden is het zo dat wij deze studie van harte steunen. En ik wil dan ook bij deze alle projectmanagers en andere stakeholders bij dit soort projecten oproepen om deel te nemen aan deze studie. Bent u projectmanager en bent u ook van mening dat relatiekwaliteit van essentieel belang is in een project? Werk dan mee in dit onderzoek en bezoek perceptiemeter.nl of kijk voor de contactgegevens in de aftiteling.